De onderhandelaars binnen TTIP willen verder gaan met het zogenaamde ISDS-mechanisme. Private investeringsrechtbanken die niet democratisch gecontroleerd zijn. Ze komen nu wel met een light-versie onder druk van het verzet. Maar wij vinden als Groenen dat dit echt niet hoort in deze onderhandelingen. Dit mag niet in een akkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Wij willen de normale rechtsgang van zaken. Wij willen de normale rechtspraak die oordeelt over de belangen van investeerders.